Een bijzonder welkom aan onze burgemeester Arjen Gerritsen, onze commandant Stefan Wevers, alle aanwezigen van de bouwcombinatie De Norbers. Daarnaast een bijzonder welkom aan Shane en Yvonne. Dat zijn onze twee buurtgenoten die zometeen ons gaan helpen bij de openingshandeling. Burgemeester Gerritsen, wij zijn nu in de brandweerkazerne, maar wat is eigenlijk de reden dat wij hier op dit moment staan? Ja, de reden is natuurlijk de opening, hè. De ingebruikname is eigenlijk al achter de rug, maar de officiële opening van een spiksplinter nieuwe brandweerkazerne hier aan de Brugstraat in Almelo. De vervanging van de oude brandweerkazerne die er 50 jaar geleden hier op deze plek gebouwd is en al zo lang gestaan heeft. Ja, fantastisch onderkomen waar de brandweer vandaan uitrukt, hè. Dus branden en bestrijd en hulp verleent. Waar ook de duikploeg van de brandweer Twente in is ondergebracht. Ja, en waar een fantastische logistiek, ook een heel mooi logistiek systeem, voor het schoonmaken van brandweerpakken, van brandweermateriaal. Het bijvullen van bijvoorbeeld luchtflessen, ademluchtflessen. Dat wordt allemaal in en vanuit deze plek geregeld. Het is niet alleen een hele functionele brandweerkazerne. Het is denk ik ook een hele mooie ontmoetingsplek voor brandweerlieden, voor de vakbekwaamheid, voor de jeugdbrandweer. Die in en vanuit Almelo al decennia lang een traditie hebben dat ze een belangrijke kweekvijver zijn voor het brandweervak. Het is ook nog eens een keer ruimtelijk een landmark. Hè? Als je door de stad gaat en je komt hier over de Brugstraat en je ziet die nieuwe kazerne staan, dan is er geen Almeloer, en laat ik het wat breder zeggen, geen Twentenaar die niet trots is om dit gebouw te zien staan. De jeugdbrandweer is, zoals net gezegd ook bij de speech, is eigenlijk een kweekvijver voor de beroeps- of vrijwillige brandweer. Het houdt dus in dat we eigenlijk hier vanaf onze 13e of 12e kunnen aanmelden. En dat we vervolgens, als we 18 zijn, hopelijk door kunnen stromen naar de vrijwillige of beroepsbrandweer. Nou, deze kazerne heeft een specialisme. We hebben eigenlijk als brandweer vier kerntaken. Dus brandbestrijding, technische hulpverlening bij ongevallen, auto-ongevallen. We treden op bij gevaarlijke stoffen. En we treden ook op bij waterongevallen, noemen we ook wel onze duikteams. En we hebben één duikteam in Twente en dat is hier gevestigd in de kazerne in Almelo. Je ziet ook de pakken op de achtergrond hangen. Moeilijke taak, dat is een hele specialistische taak. Daar hebben ze ontzettend veel training voor nodig. Het is altijd vies en zwart water waar je in duikt. En ja, dat is hier dus in deze kazerne. En die is ook ingericht voor die taak. En je kunt ook aan de gevel zien, die blauwe golven aan de gevel, dat symboliseert ook water. Dat symboliseert ook die duiktaak die hier zit. We staan nu in een hagelnieuwe kazerne. Heb jij nog niet eerder meegemaakt? Wat vind je eigenlijk van de nieuwe kazerne? Ja, dit is een prachtig gebouw. Mooi nieuw gebouw ook. Ik zat er ook al bij toen het oude gebouw er nog stond. Maar je kunt wel zien dat dit wel echt ingericht is op wat nieuws. Hè, de jeugdbrandweer zit je nu ook in. Het jeugdhonk, dat is weer teruggekomen. Ik had me laten vertellen dat het ook in de oude kazerne zat. En dat hebben ze nu wel mooi teruggebracht. Dus dat is ook wel mooi onderkomen voor ons. Ja, het luistert heel nauw waar je een brandweerkazerne gaat bouwen. Er is heel specifiek gekozen om te herbouwen op de huidige plek, dus op de bestaande plek. En dat heeft alles te maken met het dekkingsplan van de brandweer. Dus de brandweer moet binnen bepaalde tijden op een aantal plekken kunnen komen. En in een stedelijk gebied met bedrijven, met hoogbouw, met stedelijke concentraties en waar mensen wonen, luistert het heel nauw waar je nou zo'n brandweerkazerne neerzet. Omdat je op tijd bij de hulpverlening moet kunnen zijn. Wat ik hier mooi vind is dus het nostalgiegedeelte, zeg maar de oude slangentoren van de oude kazerne kun je hier nog zien. Ze hebben de oude glijpaal, hè, waar de brandweermensen naar beneden gaan als ze boven zijn, naar de uitdrukgarage. Is nog van die oude brandweerkazerne. In de gevels zijn allerlei zaken verwerkt van de oude brandweerkazerne. Dat is een beetje het nostalgie wat erin zit. Maar het is ook een hele moderne kazerne. Er zijn ook de nieuwste technische snufjes en innovaties. Zelfs nog een mogelijkheid op het dak hier om een drone neer te zetten. Dus ja, dat vond ik mooi, dat is een stukje nostalgie en een stukje toekomst, een stukje innovatie hier verweven zijn in die brandweerkazerne. Wij lazen in Tubantia dat de airco enig geluidoverlast veroorzaakt. Klopt dat? Wat gaan we daar nou eigenlijk aan doen, aan de airco en de ventilatie? Ja, ik heb het artikel ook gelezen in de krant. Hè. Was bij ons al wel bekend. Ja, en er wordt dan gewerkt om dat gewoon onder geluidsniveau te krijgen wat acceptabel is. En, maar dat was ook al bij ons bekend en er wordt ook al aan gewerkt om dat weer gewoon onder een niveau te krijgen van 40 decibel is dat normaliter. Er zit er ook maar heel ietsjes boven en dat gaat er straks weer onder. Okay.